Maar vandaag is het anders. Vandaag gebeurt het in Derenswaard. Derenswaard leeft, Derenswaard bruist. Vandaag gebeurt het hier, Derenswaard Downtown City. We hebben hier twee mensen staan. Het thema vanavond is boer. De ene is boer en de andere is boer. En ik heb vandaag iets gedaan wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Beide heren zitten dus in het voedsel. Eén van spul in de grond, de ander van brood op de plank. Eerappels op de schuttel. En de ene komt uit Groningen en de andere komt uit Friesland. Beide heren zijn ruim 30 jaar geweldig uit de kluiten gewassen. Hobby's, voetbal, vrouwen en veel plezier. Actief in het zakenleven en vrijwilligerswerk. Allebei kinderen, 2 of 3, groot of klein. Allebei een vrouw. Dat is niet gewoon tegenwoordig. Sommige mannen hebben een man en 1 kind. Maar zij hebben een vrouw en meer kinderen. Jan mag graag zingen en Erik mag graag reizen. Venenkloeden, dames en jongens, nu is het moment. Wie is de nieuwe prins? U hebt de klok al horen luiden, maar u weet niets. Nou, wat ik leuk langs. En ik heb vandaag iets gedaan wat ik nog nooit eerder heb gedaan. En doe dat dus ook. Doe elke dag iets nieuws. Elke dag wat anders. En dan gaan we nu bekendmaken wie de nieuwe prins is. En dat gaan we doen door omhangen van de versierselen. Die wordt mee aangereikt dat ik het wel heb. Dankjewel, Tess. Er waren een prachtige woorden. Geef een ontzettend warm applaus. Met de versierselen om te hangen. En nog niemand weet natuurlijk wie de hoogheid is en wie de adjudant is. Maar daar komen we nu eerst naar achter. Als ons de versierselen worden aangereikt. Ik neem aan dat Bets weet wie de prins is. De prinsenketen. Dames en heren. Wie krijgt de prinsenketen? Zo doen we dat. De prinsenketen is van. Ja. Die wordt gevolgd natuurlijk door zijn prachtige keep. Ja, dat is echt een fantastische keep, jongens. De kraag gaat op. Ja, dat is de vouwwerk, hè. De steek, met daarop de naam. Het is niet Jan Stoltenberg, hij had zich ook om kunnen draaien, ja? En tenslotte, hij wil een klein beetje macht uitvoeren, dus daar hoort wel een staf of een scepter bij. Staat er zijn kleur op, jongen. Hier staat hij, Prins Jan de Derde! Goed, dan gaan we over naar de versierselen van onze adjudant. Erik, de sheriff, dat is altijd een probleem, Bert. Ik ben benieuwd hoe je je daaruit redt. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, kijk, hij heeft het vaker gedaan. En dit is nieuw. Ook de adjudant krijgt een keer. Het zijn een klein stukje kleinere kotten. Ja, ik ben omdraaien. Niet gek, hè? En de afwerking die wordt gevormd door de steek. Ja, ik zal het met de doen. En hier staat adjudant Erik Broer. Wat onze hoogheid al mag verrichten, dat is de installatie van de installateur. Ja, dat klinkt heel raar, heel ingewikkeld, maar het is heel makkelijk. Je mag hem gelijk onderscheiden en bedanken dat hij jou geïnstalleerd heeft. Als jij ons geïnstalleerd hebt, dan is je op onnavolgbare wijze een beetje humor. Ja, ik zit op een leuke lach. Ik wil je als dank, Erik en mij, hun onderscheiding overal mee omhangen.